hond het scheet gelaten houden. Pfff, Rukkies jongen, pfff, scheet die gelaten, ja, pfff. Vraag je man, is die folie die hier trouwens van je? Nee, half. En hoeveel kost zo'n ding? Nieuw, 450k. Oh. En zo half? Kende. Tweedehands kun je hem denk ik wel voor 280 scoren man, stok. Ja? Ik denk het wel, als je het goed doet wel. Dag man! Ah shit, here we go again. Ik pak een ID man, wat is een ID? Weg, iedereen aanrijden. 1030, ouwe. Ik pak een ID. 1030, bestuurder. Ah. 5 minutes later. Ja, maar het is wel heel duur om folie te maken, zeg je wel. Ja, maar ja, die dingen moet je ook niet folie maken. Ja, hij komt. Ah, wat ze, red je fucking niet meer. Stop. Red je fucking niet meer, red je nog goed. Ah, rijd toch? Goh. Mooi, yo, 3 man gewoon. Even meewerken, man, pik. Ja, hij was het VDM'en. Man werkt niet eens mee, man. Denk met die man, bro. Man rijdt hier aan. Heeft hij er aangereden? Ja, hij was het VDM'en. Weet, man, hij weet volgens mij niet hoe deze stad in elkaar zit, man, bro. Hij wil eerst mensen aanrijden, ik trek hem met auto en gaat hij tijdens het zakje. Wacht, kom maar. Hey, kan je ook praten of niet? Dat vind je ook niet voor mij, hoor. Je moet uitstappen, neef. Uitstappen, die man heeft je al eruit gehaald. Deze man. We hebben hele dag de tijd, broer. Geen stress. Mola daarom, mola. Ik chill hem hierin, neef. We hebben alle tijd nu vol. Kom maar, gaat komen alles. Geef hier ook. Zit in Kala, broer. 100%. Ja, broodje meta gaming denk ik. Zit in kal, bro, ze kunnen niks. Die waggie is kapot, toch? Ja, man. Dan gaan we gaan hem even goed vastzetten, timer. Hey, die Brabus motor, man, dat je achter de aanging. Denk je dat? No problem? Hey. Nou, ik denk ik ga hem erachteraan, weet je. Ja, gelijk heb je, man.
Dus dat chap is. Ja, ik heb alles gezien al, echt alles. Hij gaat niet chillen, nee, hij gaat niks in. Heeft jullie aangereden? Ja, want drie keer al. Drie keer? Mij niet, maar hun wel. Ja. Shit, hoe dan? Gewoon expres gewoon. Ja bro, hij komt gewoon aan met deze busje midden op Lommeng en probeert iedereen aan te rijden. Ja, tot drie keer toe man. Dit is geen manier om die buggy te halen. Nee, ik heb gezegd, ik heb dingen uit buggy getrokken, maar hij werkt niet mee. Maar geen andere manier hè? Ik denk het niet man. Ik heb niet fouilleren hier doorheen. Wat is jullie nummer, Nifos? Eentje 1030, eentje 1000. Ja, ik had het ook al gezien. Chill hem hier, man, boys. Ze zijn zo. Mooi. Mooi, maar geen doekel vandaag, wat is er ergens? Dit is al lachen, zou ik. Misschien zijn ze nieuw, toch? Oh ja, weet ik niet. Ja, dan moet je eerst regels lezen, hè? Precies. Ja, lastig. Ja, dat is voor sommigen heel lastig, inderdaad. Dat is wel lastig, ja, hè? Ja, als je niet kan praten, dan kan je waarschijnlijk ook niet lezen, weet je? Hey, Brabus. Yo. Ik weet wat we kunnen doen, man, bro. Vertel. Hey, Vrengder, kan je blijven met deze boys? Ja, toch? Ja, toch? Ding is, Osman, blijf met hem. Die wagen gaat nergens heen, in ieder geval. Nee, ja toch, blijf hier, omdat ze niet vlucht. Ja. Dat is die baas. Oh, even. Ah, die baas is bang, bro. Die baas gaat niks doen. Ik dacht, weet je wat we doen? We halen zijn dinges. Jerrycan, we steken de wagen in de fik. Ja toch, ik heb Jerrycan, bro. Steek, begin. Ja, maar Jerrycan ligt in mijn boot, jongens. Heb je Lucifer of zo? Nee, dit is Brabus is de Lucifer. Uitlap. Nee, je werkt dat. Zindelijk. Ik heb geen idee. Level, timer. Ja, dat is. Oh, jammer, ik dacht niet bij eens kwam. Ja, toch, doe. Stalla hier. Ja, ik kan het proberen, toch? Huh? Ik kan het proberen, toch? Ja, het werkt, bro, ik weet, ervaring. Meerdere mensen dingen in elkaar in het fixen. Later. Ze hebben studie dag van basisschool, denk ik, man. Ik denk het ook. Wat een gooi, ja. Man, dan gaan een vuur en vlam. Mannen hebben studie dag dingen. Wat dan? Aina. Je mag gaan slapen, bro. Vuur. Jerrycan is gedoneerd. Nog goede fonds, bro. Waarom? Wat, ik ga clip maken, tijd. Oh mijn god. Ai, oké, okay, go. Hier is aan de voorkant, moet ik achter gaan staan. Hey, zit die buggy achter, Brabus? Achter? Ja, voor kan ook. Ja, sowieso, ja. Ja, je moet hem nu aansteken. Doe. Zet die ding aan, dit. Hey, stop bij, Hij staat bij. Hij is weg, man. Hij is kijk. Hij gaat de fik. Oh, ik zie niet, man. Ik zie ook niet, man. Ja, bij mij brandt hij wel. Yo. Zit aan. Meer naar voren, broer. Je gaat in de fik, zetten, broer. Nee, maar hij doet niet, man. Ja, bij mij brandt hij wel. Jammer, man. Maar gaat gewoon naar de stad, man. Oh. Een hele prettige middag. Een hele goede middag. Zou je mij even willen volgen? Maar natuurlijk. Topper. Jij bent de lul. Nee. 10 kaboeten. Rustig maar. Yes, ik kom even soep samen.
Jij een rijbewijs? Meneer agent. Goeiedag. Jij een rijbewijs voor mij? Jazeker. Wat is uw BSN-nummer? Dat is 959. BSN-nummer? Die is toch altijd langer? Top, denk je. Mooi licht hier. Alleen zie ik alleen niet de zwaailampen. Nee, stel ik niet aan. Zou je wel van mijn auto af willen gaan? Kan je ook vriendelijk vragen? Daddy chill. Ga je ook Duncan chill. En de nog een controle, joh. Top. Hey, weet je waarom ik je staande hou of niet? You know why I pulled you over? Depends on how long you were following me. Ik heb geen idee, meneer de agent. Echt niet. Je mist een kenteken en je ramen zijn te donker. Hoe kan je dat weten dat ze ramen heel te donker zijn? Ah joh, Duncan, kom, laat maar het oplossen. Okay. Ja, het kenteken dat kan kloppen inderdaad, maar ik heb in een modshop heb ik iets gedaan en is kennelijk niet goed, maar kreeg het ook niet zo snel terug. En de ramen, ja, dat wist ik echt niet. Ja, die ramen, dan moet je erin kunnen kijken. Kijk, mijn auto, als je daar naar binnen kijkt, dan kun je gewoon duidelijk zien hoeveel mensen erin zitten. Bij jou kan ik dat misschien zien als ik mijn oogbal tegenaan zit. Maar... Ja, via de vooruit kun je het wel zien inderdaad, maar via de zijkant en de achterkant niet, dat klopt. Ja, als je je ogen tegenaan zet misschien, maar anders niet. Goed verhaal, lekker kort. Even kijken, voor de rest zie ik je nog niet. Als het goed is heb ik niks verkeerd gedaan, althans naar mij weten niet. Nou, je hebt het een keer zonder rijbewijs gepakt, maar dat... Ja, klopt. Daar heb ik toen met die agent in kwestie afgesproken om meteen het rijbewijs te gaan halen. Ja, heb dat zie ik. Dat zie ik, ja. I'm a man of my word. Luister, omdat je nog niks op je naam hebt staan, geef ik je één kans. En die kans die geef ik jou voor een half uur. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al best lang. Ik geef een half uur de kans om naar de modshop te rijden. En daar zit er echt toevallig hier eentje, dus heb je dat half uur niet nodig, maar 3 minuten. Mag je je kenteken erop zetten, mag je je ramen verlichten, ja? Ja, is goed. Ik maak er wel een notitie van dat als je nog een keer aangehouden wordt met hetzelfde voertuig, nou tenminste niet eens met hetzelfde voertuig, maar met een voertuig zonder kenteken of ramen. Je bent erop gewaarschuwd, dus dan is het jouw verantwoordelijkheid en dan kan er gewoon een bokstaat op komen met een boete. Ja? Ja, is goed. Een boete is toch 10k? Voor het rijden zonder kenteken, ja. De donker geblindeerde ramen die zijn 7,5. Oh jeetje, dat is 17,5k dan. Ja, 7,5k. Waarom is het zo duur geworden? Omdat mensen er niet leren om het niet maar te doen. Maar dat gaan mensen nu ook niet. Heel veel mensen gaan dat nu ook doen, want die rijden mensen het is wel veranderd hoor. Ja, ja ik zie al veel minder mensen rijden zonder kenteken inderdaad. Sorry? Ik zie al veel minder mensen rijden zonder kenteken inderdaad. Ja, daarom. En weet je, het is je eigen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is die 17,5k echt voor jezelf. Ja, ik zat er te kijken bij die modshop en ik had blijkbaar iets gedaan. Ik kreeg het gewoon niet terug. Je moet bij extra's kijken waarschijnlijk. Ja. Nee, nou je het zegt, ja, inderdaad. Voor mij zit er een stoel in. Die denk ik niet. Die zijn wij terug, past gelijk even aan. En dan zijn we goed, ja. Ja, die zit hier iets verder op links, toch, de motje? Ja, daar rechts. Ja. Oh, rechts. Ja. Links. Nee, gewoon hier, daarheen rijden, Benny's. Ah, jij weet er wat toch, Duncan? Ik wel. Ja, nee, kom goed. Laat mij maar rijden. Top. Hell, motherfucker. Yes, sir, Dean Kane, sir. Tot zo'n aangevende. We hebben eigenlijk twee keuzes, allebei niet echt erg in de voordeel. Wat zijn jullie aan het doen? Hallo? Oh, Chris is dood. Wat zijn jullie in vredesnaam aan het doen?